Hey en welkom in een nieuwe video waarin ik het met jou wil hebben over betere dagen en minder goede dagen, om het maar niet te hebben over slechte dagen. Want de vraag die ik mij stelde naar aanleiding van een aantal gesprekken met klanten, met verschillende klanten, was van, is fast forward een knop waarbij je snel kan doorspoelen naar betere dagen? Is dat de oplossing waarin dat er zonder kommer en kwel eigenlijk een ander leven weer komt voor jou? Met de verhoogde energieën op aarde merk ik zowel bij mezelf als mensen uit mijn omgeving als bij klanten dat we op het punt staan van verhoogde triggers. En heel wat diepe gevoelens en emoties komen naar boven, waardoor dat we eigenlijk uit onze comfortabele stoel geduwd worden. Recht de afgrond in of recht de grond op. Tenminste, zo lijkt het. En op zulke dagen waar je niet goed weet wat er in jou gebeurt, waar het lijkt alsof je alle controle over je leven aan het verliezen bent, dan wordt jouw copingmechanisme geactiveerd. Dat betekent dat je eigenlijk gaat gaan reageren zoals je altijd al hebt gedaan. Alleen is dat niet altijd de beste manier om te gaan reageren. Nu, als we eerlijk zijn met onszelf, dan willen we het liefste elke dag roze geur en maneschijn. Dat zou ook het gemakkelijkste zijn, want uiteindelijk willen we gewoon ons elke dag gelukkig en blij voelen. En eigenlijk het liefste van alles willen we die donkere, vervelende gevoelens op mute zetten of zodat we gewoon verder kunnen met ons leven. Of misschien wil je ze gewoon zelfs verwijderen met de delete-knop. Echter, net omdat we als mensen de kans krijgen om alles te ervaren, alles te voelen, is het noodzakelijk om alle emoties toe te laten. Omdat dat jou weer gaat helpen om verder te gaan groeien. Nu, het probleem is dat iedereen keuzes wilt hebben, maar we willen geen beslissingen nemen. We willen vrijheid, maar we willen niet de verantwoordelijkheid die daarmee ook naar boven komt. Dus ja, dan kan je uiteindelijk ook niet verwachten dat elke dag dat je een leven gaat gaan leiden in roze geur en maneschijn. Wanneer je een leven ervaart en overtuigd bent dat je geen controle hebt over wat dat er jou allemaal overkomt, dan ga je jezelf eigenlijk gaan zien of gaan afschilderen of beschrijven als hulpeloos. Kortom, als een slachtoffer. En dat merk je heel duidelijk bij sommige mensen. Bij anderen is dat iets subtieler aanwezig. Maar dat betekent dus, zolang dat je niet volledig verantwoording neemt voor je leven, dan zal je ook nooit eenheid ervaren. Dan zal je nooit vrijheid ervaren. En dan blijf je een pion in het schaakspel die onverwacht van de ene plek naar de andere plek wordt verschoven. De sleutel naar een ander leven ligt hem in het anders gaan denken. In plaats van de pion te zijn op het schaakspel, dan word je de speler van het schaakspel. En dan ga je zelf beslissen welke pion er verschoven wordt en kortom hoe het spel verloopt. Met andere woorden, ga je eigenlijk op dat moment je leven gaan herschrijven. Hoe doe je dat? Door bewuster te worden, door meester te worden over jouw leven. En op dat moment ga je gaan beseffen en ga je gaan voelen aan alles in jouw leven dat onder andere jouw gedachten niet jou zijn. Gedachten zijn als vogels in de boom. Die komen, maar die gaan ook terug. Tot zover ben je misschien nog mee in hetgeen wat ik je probeer duidelijk te maken. En het lukt je misschien wel al om niet te veel te gaan nadenken en alles te gaan analyseren. Kortom, om te veel in je hoofd te gaan zitten. Maar dan heb je natuurlijk van die dagen dat rare emoties naar boven komen. Je wordt plots overweldigd door frustratie of boosheid. Of je staat 's morgens op en bij het ontwaken voel je een waas van verdriet, van ontmoediging. De moed zakt je natuurlijk in de schoenen, maar je had je verheugd op een andere leuke fundag, op roze geur en maneschijndag, of hoe je het ook wil noemen, waarin de alles stop verliep en nu blijkt dat het echt zo'n beudag is. Soms kan het zelfs zijn dat je gewoon aan het streken bent en de gedachte aan iets laat een waas van angst door je lichaam heen stromen. Wel, deze emoties, die jou helemaal kunnen overweldigen, die zijn de taal van je ziel. Het is een manier om met jou te gaan communiceren. Zodanig dat je zou weten waar jij jouw schip moet heen gaan sturen. Om niet meer in de storm terecht te komen van al die emoties. Maar om meer in helder en rustiger water te kunnen gaan varen. Natuurlijk moet je eerst doorheen die huidige storm gaan.
vooraleer dat je in die rustige vaarwateren terecht zou komen. Nu, wij zijn als oneindige ziel, oneindige energie, naar de aarde gekomen om ervaringen op te doen in deze duale wereld. En dat wil kortom gewoon eenvoudig zeggen dat er aan alles een keerzijde is. Je kan geen koude ervaren als je niet weet wat warmte is of omgekeerd. En net daarom ook zijn er zoveel soorten emoties in zowel positieve hoogtrillende frequenties, maar ook in de negatieve laagtrillende frequenties. Wanneer jij weet wat je niet wilt, dan ga je al iets gemakkelijker weten of gaan ontdekken wat je wel wilt. Door hartbreuk te ervaren, door verdriet te ervaren, gaan we evenwichtige, diepe zielsconnecties anders gaan ervaren en op een andere manier gaan appreciëren. Door bedrogen te zijn, dan zal je weten hoe dat voelt wanneer jij oneerlijk bent ten opzichte van iemand anders. Dus eigenlijk alles wat je meemaakt in je leven, of dat je dat nu te onrechte vindt of niet, wel, dat zijn eigenlijk allemaal ervaringen die je ziel wou ervaren. Het zorgt ervoor dat je ziel in staat is om zijn rugzak verder aan te vullen met kennis dat geïntegreerd wordt als wijsheid. Dus wanneer je geconfronteerd wordt met heftige emoties, schaam je dat niet. Laat die emoties er zijn, verberg ze niet en duw ze zeker niet weg. Want tenslotte tonen ze jou immers waar je niet in balans bent, waar je niet uitgeleend bent met je zielspad. En hoe meer je hiermee gaat gaan werken, hoe beter je dat je zal zien wat je nog mag doen om een beter leven in harmonie te gaan manifesteren. In een hoger bewustzijn kunnen we onmiddellijk manifesteren. En de enige voorwaarde is dat jij dezelfde frequentie hebt met het doel dat je wenst te magnetiseren, met aan te trekken. En daar zijn je emoties handige tools die jou de weg zullen wijzen. Dus het is belangrijk om niet weg te lopen van emoties of te proberen je gevoelens te verdoven met het doen van andere zaken. Neem de tijd om je te verbinden met deze emoties. Erken de emoties. Zeg ook, ik zie je. Luister wat die emoties jou te vertellen hebben. Want dan pas zal je echt in staat zijn om ze te transformeren in het licht, om ze eigenlijk naar boven te brengen en ze in de liefde te houden die jij al bent. Wat dat maakt dat je eigenlijk weer een stukje uitgezuiverd hebt van wie dat je bent. Dat je weer een stuk opgeruimd hebt in jouw innerlijke zijn en in jouw energie, zodanig dat je authentieke licht nog meer kan gaan stralen. Wat dat er dan uiteindelijk ook weer voor zorgt, dat je situaties en personen zal gaan aantrekken die veel beter bij jouw essentie passen en die je dus automatisch ook meer vervulling en voldoening gaan schenken. En dat is eigenlijk de basis, het begin voor een vervuld en gelukkig leven. Dus niet het fast forward duwen naar de betere dagen, maar omarm de mindere dagen. Zie ze als een deel en een opstap naar een vervuld en gelukkig leven, waarin je inderdaad meer en meer gelijkmoedigere en gelukkige dagen zal hebben. Dus ik hoop dat dat jou weer iets verder heeft gebracht. En zoals altijd, mocht je voelen dat je ondersteuning nodig hebt, dan ben je altijd welkom. Neem gerust contact met mij op en dan gaan we kijken op welke manier jij nu verder weer kan geholpen worden. Tot in de volgende. Dag!